vlog maken. En ik ga wat heel leuks doen. Ik ga nu kijken of het is gelukt. Want ik had een potje. Daarin had ik siroop met water erin gedaan. En dan nog zo'n stokje erin gestoken. In een koelkast gezet. Het is nu 2 dagen later. Dus het moet hard zijn. En ik ga kijken of nu een lekker waterijsje heb. Maar de uitdaging is nog, hoe haal ik hem uit het potje? Oké, we gaan weer heel even naar de koelkast toe lopen. Zo, kijk, ik had nog mijn potten neergezet. Die even daar naartoe en die daar. Daar zo. Oh. Ja, en die daar. Woppa. Zo. Dan gaan we even naar de vriezer toe. Koelkast, vriezer. Nou, ik zeg gewoon even koelkast. Maar niet, ik heb niet in de koelkast gedaan, want dan zou ik denk ik een week wachten. Nou, en ons. Goed eens. Moet hier nog liggen en moet die hard zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Dan ga ik even kijken. Zo. Kijk. Hier hebben we de koelkast staan. En ik ga heen. En ik ga kijken of die is gelukt. Dit is het potje. Kijk, dan haal ik het aluminiumfolie eraf. Het is mijn ijsje. Dan heb ik hem zo. Oh, dat zou cool zijn. Oké, we gaan heel even lekker naar buiten toe. Het is ook lekker weer. En ik ben benieuwd hoe we dit eruit gaan krijgen. Dan denk ik dat dit een mooi plekje is. Oh, zo. Deze is voor de muggen. Vliegen. Oké, ik zit er helemaal klaar voor. Nu gaan we kijken hoe we hem eruit gaan halen. Jongens. Oh, kijk. Hij is gelukt. Wauw. Hij is echt heerlijk. Zal ik die heel even uitdoen? Het is gewoon gelukt. De anderen zijn aan het zwemmen. Oh, wat heb je gemaakt? Een ijsje. Dat is je eigen ijsje. Ik zag al in de vriezer daar, was het gelukt, jongen. Top. Nou, gaan we nu even lekker chillen met z'n allen in het zwembad? Ja. Oké, zeg maar tot morgen. Tot morgen. Nou, het is vandaag vrijdag. Vrijdag, dat betekent dat we weekend hebben. En ik hoor dat we een lekker ijsje mogen. Een watermeloen ijsje. Oh, die ja. Die hebben wij, hè? Hier. Oh, we hebben allemaal soorten. Oh, ik vind deze altijd super lekker. En we hadden net echt een heel leuk telefoontje. Maar dat zie je in de vlog, of misschien heb je het al gezien. En de meisjes zitten daar. En het is natuurlijk super lekker weer. En we zitten natuurlijk lekker in de tuin. We hebben een vliegtuig en weet ik veel wat. Hoe heet dat ding? Bellenblaas hebben we. Die laat ik misschien wel eens zien. Daar komt hij, hè? Hij heeft ook echt lichtjes. Kijk, ja, hier. Kijk, hij heeft ook lichtjes. Hoep. Even kijken, hier. Blauw, rood en groen. Snel jullie pakken. Daar, zie je hem? Ja, jullie zien hem. En ik ga lekker mijn ijsje even opeten. Dan zeg ik dat wel. Zo even openmaken. Oh ja, misschien zien jullie het. Maar ik heb mijn Minecraft shirt aan. Hij is hier ingesmolten. Nou ja, dan haal ik hem even uit het papiertje en doe ik het wel in een bakje. Zo. Woppa. Nou, deze
Want maar kijk, hij zit hier zo in. Moet ik heel even een klein bakje pakken. Zo. Wappa, hier hebben we. En daar het ijs in. Och. Dan. Deze. En dan kan ik hem nu lekker eten. Maar niet zo lekker. Nee, het gaat wel een beetje lastig. Dit is beter op mijn stokje. Maak je een ijsvlog? Zeg, gisteren op de ijs af. Nou heb je weer een ijs in de vlog. Ja, het is warm buiten. Ja. Maar die heb je zelf gemaakt, mam. Oh ja. Oh, Pippi. Kan mijn ijsje uit de koelkast zetten? Nee, maar morgen. Ja, dus Letty wou ook een ijsje. Een zelfgemaakte ijsje. Want zij bouwde natuurlijk ook. En ja, dus vandaarom dat ze ook elke keer zit te wachten op haar ijsje. Dat is het kan. Ik loop nu namelijk heel even naar mijn kamer. Ik moet heel even lopen hoor. Zo, ik ben aangekomen op mijn kamer. Hij was anderhalf uur lopen. Nee, grapje, zo lang nou ook weer niet. En dit is dit ijs met chocola erop. En dan binnen zit lekker roomijs. Heerlijk. Oh ja. Dat kan ik jullie ook al even laten zien. Ja. Ik heb van oma allemaal Donald Duckjes gekregen. Deze, die. En het is natuurlijk echt super aardig. En die mag ik dan allemaal, ja, lezen. En ik ben bezig, Deze, die ben ik aan het lezen. En dat rijmt ook nog. Zo, even dat kaartje. Ja. Dus, dat doe ik dan elke avond. En dat een beetje. We hebben bijna alle zonneschermen zonwering omlaag. Want dan blijft het koeler. Dus vandaarom dat het soms een beetje donker wordt. Maar dan is wel lekker koel binnen. Toen zijn Pipje, die liggen daar lekker koel. Nou, ik... Heb je twee ijsjes gehad? Nee. Ik heb deze gewoon. Dus ik eet even lekker mijn ijsje op. En ik geniet natuurlijk lekker warm van het weer. Nou, het is zaterdag. Jullie zien het. Ik zit nog lekker in mijn thuispak. En ja, ik ging vandaag in de visvijver. Oh. Ik zag ze. Ik weet niet of jullie hem ook zagen. Maar kijk, dus hier ging ik in. Jullie kunnen het misschien wel zien dat ik er veel algen uit heb gedaan, want het was echt niet normaal. Dus het is nu wat minder. Nou, mama zit nu lekker op de terras met Sammy. Kijk, op de babybuik. En Lucilla die wou ook zo graag een ijsje maken, net zoals ik. En hij zit er nu 2 dagen in, hè? Nee, 3. Nee, 2 dagen. 3. Nee, 2 dagen. Maar we gaan kijken of het is gelukt. Oeh, lekker hard. Ik zie heel nog wachten. Hier is hij. We moeten hem draaien. Lekker? Ja. Is hij lekker? Heel zoet. Oh ja, hè? Heel erg zoet. Mierenzoet. Oh. Heb ik een beetje te veel gedaan? Oh. Ja, is wel lekker zoet. Als je van zoet houdt, is het wel lekker. Nou, de volgende keer iets minder oranje. Nou. Geniet van het weer, jongens, meiden.
Ja, die is een jongen. Dus meisje. En de babybuik. Oh ja, de babybuik. Oh. Oh. Wat nou als Sammy ontsnapt, jongens? Oh. Hier door de tuin. Oh, jongens. Geen denken aan. Geen denken aan. Dan heeft hij wel een heel mooi... paradijsje. Maar hij kan wel onder de grasmaaier. Ja. Oh. Oh. Dat doen we maar niet, Sammy. Zit woezel op jou. Je voezelpak aan. Mama, weet je wat grappig zou zijn? No. Nou, ik wou heel erg graag dat de honden in de bomen kon. Dan hadden we een hondenliftje. Ja. En dan moest je met de touw naar boven ijs. Kijk. Heb je dat gevonden? Kijk. Maar pas hier wel in. Nee, toch. Kom, kijk, Sammy wel. Nou, je zus die is ervan overtuigd. Ja. Goed dan. Ik wil echt opzien. Ja. Zo. Ze past er net in. En woesel dan? En woesel? Ze gaat er wel weer uit. Mama. Even pipje. Huis ik haar zo omhoog en zo. Rustig naar beneden. Nou, het mandje die is wel heel erg klein. Misschien, ja, ik zag een groter mandje. Deze. Dan zit hij hier zo lekker op het zacht kleedje. En dan doen we de deksel erop. En dan ergens met het touwtje eraan. Nu, ik pak het touwtje hier. Waar? Hier, denk ik, een knoopje maken. Ja, maar dan staat hij schuin, hè? Schuin. Ja, of... Hou hem hier even uit. Oh, ja, dat is papa. Oh, je ziet hem bij een mommy. Dat is papa wat je hoort. Ja. Kijk. Zo. Hallo. Kom je stelen? 4, 3, 2, 1, hoi. Oh, oh. Kijk. Gelukkig kan ik hem er nog uit halen. Ik had hem heel strak natuurlijk gedaan. Is mama lekker lang nog? Ja, ik denk het wel. Nou, en even kijken. Zo, ik pak even Lully. Zo. Ja. Ik heb een Lully vast. Nou, jij gaat dat optillen. Pak ik even het touw. En gaan we op weg naar mama. Ja. Is het knoop aan mijn kijkers? Het is een hele gefrummel als je hem eruit wilt. Zo. En dan kunnen we dit proberen dat ik kan. Maar nu is het touw nog niet te kort. Nee. Nee. Zo. Door de deur. Mama! Da-da-da! Dat is mijn bijzettafeltje. Dan kan ze niet lekker. Wie heb je gedaan? Lekker opzitten. Ja, lekker opzitten. Dat is mama's schone dekentje. Dan doen we een andere oude deken. Moet je een oud kussentje erin leggen. Maar dit is mijn tafeltje. Dit is mijn tafeltje, jongens. Oké. Okay. Nee, wacht hoezo, nog even. Hoezo, wat doen ze met wacht jou, nog jongen? Even. Wat gaan ze doen met jou? Ja, dit is wel zwaar. Je moet eigenlijk een hefboom hebben. Ja, je moet er zo omleggen en dan trekken. Uittrekken. Ja, maar ik heb het vertrouwen dat wel. Trekken. Wat doen ze nou, woezel? Ja, dat is hierop. Ja, woezel zit in het huisje. Nou, een beetje te zwaar. Woezel vindt ook alles goed. Hoezo? Nou jongen, wat vind je van je idee? Nou, eigenlijk niet echt. Ach, een woezeltje. Nee. Hey woezel. Volgens mij vindt woezel toch wel leuk. Maar het is uit. Ja, hij ziet er niet uit alsof hij eruit wil. Hé, hey, maar jongen, even serieus. Dit doe je niet zonder mama, hè? Nee, jongen. Oké. Okay. Oké, nou. Ik vind het mooi geweest, jongens. Ja.
Nou, Woezel, je bent weer op de begaande grond. Ja, maar mam, ga maar naar huis. Ik dus bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Woezel, kom maar. Woezel. Veel hij wil er niet uit. Woezel. Woezel wil er niet uit. Zo, jij even aan de kant. Nou, Woezel. Ja? We hebben hier het lipje. Dus dat is zo'n houten plankje. Dan kan dat hekje open. En dan dicht. Dan zit hij hierin. Dan hebben we een soort van wiel. Ja. En ermee kunnen we met dat touw. Ja, ik snap het. Omhoog hijsen. Ja. En dan. Het is heel technisch verhaal dit. Ja? Dit houdt weg. Hoezo? Dan zit hier een hekje. En ja. Dan kan ik hier open doen. En dan kan hij er hier uit. Ja, dat is een heel goed idee. Heel goed idee, Woezel. Ik denk dat je het maar een keertje met opa moet bespreken. Die heeft daar vast wel een plannetje op. Ja. Nou, kijk eens. Alsjeblieft. Bedankt. Kom maar, Woes. Dan mag Woezel er weer uit. Wat doen ze nou met jou? Zet je in de lift. Zet je in de hondenlift. Hé? Mama, komt ie? Woe, Luan onder de bellen. Het is vandaag zondag en vaderdag dus. En ik heb een hut gemaakt. Kijk, moeten we hier doorheen. Dan hebben we hier het hutje. Nou, wij zijn bij opa en oma aangekomen. En opa, ja. Die zit weer te barbecuen. Oh, je wordt een mooie opa. Mooi, hè? Ja, ik heb je wel gemist, hè, jongen? Ja, ik jou ook. Maar je zou me helpen barbecuen, weet je nog? Ja. Oh, ja, ik zat te voetballen met de neefjes. Maar ik zit nu lekker van ijs te genieten. Ik wil nog niet naar huis. Ik ga de Playmobil de Fischerprijs erop. Dat is een leuke vaderdag, hè? Nou, dus wij eten hier nog even lekker ons ijsje en voeten. Nog heel even voetballen. En dan is de dag alweer voorbij. Het is maandag vandaag. En dat betekent natuurlijk dat we weer naar school toe moeten. Maar niet zomaar. Ik hoef geen werk te doen. Maar het EK voetbalfeest heb ik op school. Kijk, hier heb ik mijn hut gemaakt. Kijk, ik laat even een stukje zien. Zo, hier kun je zitten, daar en daar. Hier staat een lampje dat niet zo donker is. Hier kun je slapen. Hier kun je van uitzicht genieten. En natuurlijk, hier kun je van het uitzicht genieten. En ja, lekker zacht kleed. En Luxie, die gaat dan hier onderdoor. En dan is ze daar. En dat is Luxie's hutje. Luxie die komt er ook zo te zien aan. Ja, we zagen. Ja. Ik zei zwart. Zwart. En het is ons huisje en ik kan overal de lol. Ja, nou, ik zei eerst het gordijn. Ik zei eerst toen het tafeltje. Maar dat, en die poten van dat tafeltje, de plantenbal. Wat is het nou? Een huisdier, Pip. Ja. Ja. Maar dit is natuurlijk zwart met wit. Ja. Nou, wij gaan nog even door. Oh ja. Oh, Luxie. Kijk, daar zit ze in haar hut hoor. Uh-oh, zit je in de gevangenis? Nee, wij moeten zo naar school toe. Even, ik zie wat jij niet doet. Ja? Ik heb niet doen. Oké, dan ga ik even omlopen en dan zien jullie het vanaf daar hoe het eruit ziet. Zo. Kijk eens. Ik moet even. Zo ziet het van hier eruit. Dus ja. Zo ziet hij eruit. En dan moeten we zo omlopen. En dan zo. En ja. Dan hier door de struik heen. Want het is een soort van deur. En dan zijn we er. Hè, Luxie? Ga even zitten. Ga je even lekker zitten. Luxie, ga jij even slapen? Oh, nou, tot morgen. Ik ben 6 jaar. Mijn mama, mijn toen herken. Mijn mama, mijn bijtje kan gewoon niet zitten. Ik is een dijk.
ik het even toespakken. Ik heb pijn hier. Hier. Nee. Ja. Ja, mijn kijk. Heb je meer? Ik heb zuiger. Ik heb mijn kruis. Ik. Zes haar. Ik heb nu Tony. Ja. En niemand jij. Theo. Zo. En hier en daar is pop in. Even uit nog. Even uit. Nou, de dag die is alweer bijna voorbij. Het is al de einde van de dag. En we zitten even lekker op trampoline te springen. We hebben net ons avondeten op en het is nu ongeveer 6:50, zoiets. Maar wij zitten nog in de tuin te genieten. Ook al waren we de hele dag niet in de tuin en ook al is het ietsjes frisser. We gaan toch lekker in de tuin spelen. Het valt wel mee, dus ik kan gewoon op mijn blote armen. Jongen. Ja, nog even filmen, hè. Ja, we gaan zo naar bed, jongen. Mhm. Ja, uitgeraasd. Kunnen we slapen? Ja. Ja, dat is goed. Uh-oh. Ja, ik ga niet. Ik ga niet. Bam. Goed hoor, Lux. Luxie, wil jij even filmen? De moesje? Nee. Maar filmen jij? Ja, en Luxie, de moesje naar mij filmen, ja? Laat zien. Kijk, eerst heel goed schommelen. Wat doe je? Wat doe je, Lisa? Ja, goed zo. Oké, ik ga heel erg hoog. Oh, de schommel is gewoon helemaal nat. Luxie, wat kan je goed filmen? Luxie, moet je heel even daar naartoe filmen? Oké. Ja? Zo! Oh, mijn dier. Die heeft wat heel grappigs gedaan. Ik had toch een hut gebouwd. Drie keer raden. Zo, ik ben op. Woesel, die heeft hier geslapen. Nou, en vrijdagavond, dan ga ik hier slapen. Hè, Woeske? Die ligt nog gewoon steeds te slapen. Maar, ja, de zon die is al voorbij. Ja, de zon is al voorbij. De maan die is alweer voorbij. Het was vroeg, vroeg licht. Vroeg licht. Het was best wel vroeg dat het licht was. Ja, zou ik het zo maar vertellen. Nog een paar dagen naar school even tellen. Deze dag, dinsdag, woensdag. Donderdag, vrijdag. Nog 4 dagen. Dan hoef ik niet meer naar school. Dan is het weekend. En dan nog 1 weekje.
En dan is het volgens mij zomervakantie. Of dan nog 2 weken, als deze week is afgelopen. Mama, ja, die zit nog te make-uppen. Die zit daar. En het is alweer een mooie dag. Dus, hè? Nou, ik zie jullie nog heel even lekker in mijn hut. Dan even bammetje eten. En dan weer naar school toe. Lange dag vandaag. Morgen niet. Dus, ja. Nou, het is alweer de einde van de dag. Volgens mij is het 6:30. En we zitten nog lekker in de tuin te spelen. Het is woensdag. En kijk. Ze zijn lekker aan het spelen op de schommel. En ja. Ja, net was de kraamvisite. En dat een beetje. En Luxie, misschien wil mij filmen met Lucilla. Wil jij filmen? Maar ja, niet echt veel te vertellen. Nou, kijk, even op de trampoline. Wow. Gelukkig niks aan de hand. Ja, misschien zien jullie het ook, maar even kijken. Nee. Wie is het nou echt regen? Oh! Wauw! Overal regen! Dus als je valt, dan val je in de brandnetels en in de regen. Nou, het is donderdagochtend. En Lucilla die zit nog even lekker met Sammy te knuffelen. Oh, hoezo? Ja. Kom maar. Zo. Nou, dus donderdagochtend. En we moeten ook weer naar school. En ja. Boterhamsworst? Ja, boterhamsworst. Wat wil je voor ontbijt? Hagelslag. Fruitje? Gekleurde. Even naar me toe. Maar vond je het dus een leuke vlog? Weekvlog. Doe de duimen omhoog. Vergeet niet te abonneren. En doei, later. Ja.